Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het Nederlandse asielbeleid loopt compleet uit de klauwen. Agressieve en gewelddadige asielzoekers mogen in Nederland blijven. Asielzoekers die met leugens en bedrog de IND voor de gek houden met hun vluchtverhalen, krijgen verblijfsvergunningen. En ook tourbussen vol met Moldaviërs mogen allemaal de procedure in. Alle AZC's zitten vol en het doemscenario van de opening van nieuwe asielzoekerscentra voor gelukszoekers wordt straks weer werkelijkheid. 5000 nieuwe bedden zijn er minstens nodig en wellicht zelfs 9000 als de huidige gemeenten geen opvang meer willen bieden. Het is namelijk een feit dat in plaatsen met een co-locatie en ik quote, significant meer geregistreerde incidenten, einde quote, van criminaliteit voorkomen. En in plaats van daar korte metten mee te maken, doet het kabinet praktisch niets. Alle halfzachte lab-oplossingen waar het kabinet wel mee is gekomen, hebben jammerlijk gefaald. Niet alleen de Mark Harbers Asieltuig-Express, u weet wel, de privébuslijn voor ASO-AZ-asielzoekers, is compleet flop gebreken. De PVV heeft dit al vanaf het eerste moment gezegd. Zolang je het tuig niet uitzet en als dat niet meteen lukt, in ieder geval vastzet, dan blijven deze problemen zich voordoen. Een blinde had kunnen zien aankomen dat als je overlastgevers niet vastzet, ze te eten geeft en geld toestopt voor kleding, dat je daarmee dus crimineel bedrag beloont, dat dit het resultaat zou zijn. Voorzitter, het is om je kapot te schamen. Maar wat misschien nog wel beschamender is, is de houding van partijen die deze ellende allemaal hebben veroorzaakt. Dan zit er weer een VVD'er bij Wakker Nederland stoere taal uit te slaan, terwijl een CDA'er alle ochtendkranten weet te vinden om vooral veel daadkracht op dit thema te veinzen. Dit alles om maar te verhullen dat het juist partijen als het CDA en de VVD waren die aan de wieg stonden van dit regeringsbeleid. En nu, nota bene in de regering zitten, maar helemaal niks doen. Sterker nog, ze doen juist het tegenovergestelde en voeren de agenda van D66 en GroenLinks uit. Ze praten en praten en zoeken de media op. Maar op het moment dat er dictaten uit Brussel komen, die het ons verbieden om illegalen vast te zetten, die het ons verbieden om asielzoekers af te wijzen en die het ons verbieden om terroristen uit te zetten, dan zijn ze nergens te bekennen. Trouwens, voorzitter, dat neem ik terug. Ze zijn altijd wel hier in de plenaire zaal te vinden. Om iedere keer als de PVV voorstellen indient om de massa-immigratie te stoppen en illegale het land uit te knikkeren, om die dan te torpederen. Onze oproep aan de regering om alle illegale vreemdelingen in afwachting van hun vertrek uit Nederland vast te zetten, verworpen door VVD en CDA. Onze oproep aan de regering om niet in te stemmen met het VN-migratiepact, ook wel Marrakesh-pact genoemd, ook verworpen door de VVD en CDA. Ons voorstel om het faciliteren van mensensmokkel strafbaar te stellen, ook actueel. En verworpen door het VVD en CDA. Ons voorstel om een totale asielstop te bewerkstelligen, verworpen door het VVD en CDA, maar ook door Forum voor Democratie. Er kunnen blijkbaar nog wel wat meer asielzoekers bij, voorzitter. Zoals u ziet, zijn het al die partijen die in de media en op Twitter een grote waffel hebben over het aanpakken van de overlast en illegaliteit, die onze voorstellen continu verwerpen. En als je ze dan vraagt waarom deze partijen tegenstemmen, dan komt men soms met het excuus over de toon. We hebben het net al gezien. Of de haalbaarheid of de wenselijkheid van onze voorstellen. En dus over de wenselijkheid van bijvoorbeeld minder EU-regels of de wenselijkheid van het uitzetten van illegale vreemdelingen. Maar, voorzitter, kwamen de regeringspartijen VVD en CDA dan zelf met voorstellen die de regering opdragen om al die EU-verdragen aan te passen, door desnoods te dreigen om de geldkraan naar Brussel dicht te draaien als dit niet gebeurt? Nee, niets van dat. Maar nu terug naar de kern voor het probleem. Onze grenzen staan wagenwijd open en er komen hier bootladingen vol nepvluchtelingen binnen. We weten niet wie die mensen zijn. Een meerderheid heeft helemaal geen identiteitsbewijs. Ze liegen dat het geschreven staat. Ze draaien de IND-beslismedewerkers een rat voor de ogen met gefabriceerde vluchtverhalen. Veel van die oplichters krijgen een verblijfstatus omdat het onveilig zou zijn in Syrië. We weten überhaupt niet of het Syriërs zijn. Wat is dit voor een waanzin? Het kabinet blijft ondertussen gewoon iedere ongeletterde die het woordje asiel, al dan niet met behulp van door de overheid gesubsidieerde asieladvocaten, kan uitspreken, in de procedure nemen. Het kabinetsbeleid gaat tegen het gezond verstand van mensen in. Er is niemand hier die dat snapt. Maar dan niet alleen dat, het gaat ook nog eens tegen het door het kabinet alom bewierookte EU-beleid in. EU-regels zelfs, de Dublin-richtlijn. Die verplichten landen van eerste aankomst namelijk om de asielprocedure af te handelen. En als het aan de PVV ligt, dan ook direct af te wijzen. Maar zelfs daar wil het kabinet niet aan. EU-regels die zeggen dat asielzoekers als ze bij ons in Nederland aankomen terug moeten worden gestuurd naar het land van waar ze de EU zijn binnengekomen, worden stevast genegeerd.
De laatste cijfers van de ruim 10.320 Dublin-claims tot en met september dit jaar zijn er slechts 1760 personen daadwerkelijk overgedragen aan de verantwoordelijke landen. Meer dan 80% weten we niet waar ze zijn. En dat is wrang, voorzitter. Dan zijn er een keer van die verschrikkelijke EU-regels die in het voordeel van Nederland kunnen en moeten worden ingezet, dan laat het kabinet het na. Wanneer er EU-regels zijn die het belang van de Nederlandse belastingbetaler en onze veiligheid schaden, dan moeten die ineens wel strikt worden toegeleefd. Kijk naar het hele stikstofverhaal, de pulsvisserij die de nek wordt omgedraaid, of de export van WW-uitkeringen naar Polen. Je kunt het zo gek niet bedenken of de Nederlander moet bloeden voor het handhaven van waanzinnige EU-dictaten. Dus voorzitter, hoe zit het nu? Mensen die door 5, 6, 7 en soms veel meer veilige landen zijn gereisd, die worden gewoon tot Nederland toegelaten en mogen hier in de procedure, terwijl ze via de grens België of Duitsland hier naar binnen zijn gekomen. Waarom ondermijnt de regering haar eigen asielbeleid door deze Dublin-afspraken te negeren? Ons hele toelatingsbeleid wordt door dit kabinet gefrustreerd. En de staatssecretaris staat erbij en kijkt ernaar. Nog niet één voorstel en nog niet één toezegging hebben we gezien waaruit blijkt dat het kabinet oor op zaken gaat stellen. En ik snap dat eigenlijk ook wel, voorzitter, want zou ze dit wel doen, dan zou de staatssecretaris direct GroenLinks worden uitgeknikkerd. Ik bedoel natuurlijk de VVD, maar ja, dat verschil is vaak ver te zoeken tegenwoordig. VVD en GroenLinks staan in de praktijk namelijk hetzelfde asielbeleid voor. De VVD praat wel stoer, maar buigt al bijna een decennium voor linkse partijen. Denk aan het niet strafbaar stellen van illegaliteit, het instellen van een kinderpardon en natuurlijk de bedbad- en broodregelingen voor illegalen. Allemaal dossiers waar de VVD om indruk op GroenLinks te maken door de knie is gegaan. Zoals mijn fractievoorzitter al zei, van vroem vroem naar bakfietspartij die VVD. Dus voorzitter, waar staan we dan nu? We hebben een terugkeerrichtlijn uit Brussel. We hebben een asielprocedurerichtlijn uit Brussel. We hebben een Schengengrenscode uit Brussel. We hebben de opvangrichtlijn, u raadt het al, uit Brussel. Voorzitter, we gaan al lang niet meer over ons eigen uitzettingsbeleid en toelatingsbeleid. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de regering de regie compleet uit handen heeft gegeven, en niet alleen uit handen heeft gegeven, maar nota bene ook weigert om de soevereiniteit op dit gebied terug naar Nederland te halen, alle problemen daar gelaten? Iedereen hier weet dondersgoed wat er moet gebeuren. En dat is dat we zelf weer over ons toelatingsbeleid moeten gaan. Er zijn vele wegen die hier naar Rome leiden. Zo kunnen we het VN-vluchtelingenverdrag opzeggen. Zolang we nog in de EU zitten, een opt-out bedingen à la Denemarken. Of ons bijvoorbeeld terugtrekken uit het Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar daar is men te laf voor. Men kiest liever voor Brussel en vreemdelingen dan voor de Nederlander. Dit laatste wordt ook weer duidelijk met de vele miljoenen euro's die deze staatssecretaris uitkeert aan procedures stapelende asielzoekers, omdat de behandeling van hun aanvraag zo lang duurt. Goh, wat vervelend. Dat grapje kost 5,5 miljoen euro dit jaar en volgend jaar krijgen die oplichters 17 miljoen euro. Het is compleet de schaamte voorbij. Asielzoekers krijgen hier alles gratis, terwijl de Nederlander keihard moet werken en driedubbel en dwars door de overheid gepakt wordt. Het is dan ook een complete schoffering van de staatssecretaris naar de Nederlander toe, als je het mij vraagt. Zij doet namelijk niets aan dit misbruik, behalve de IND nog een zak belastinggeld toeschuiven. De Nederlandse belastingbetaler draait hoe dan ook op voor de rekening. Het is een schande. Het resultaat van al dit beleid vertaalt zich in de volgende cijfers. Het afgelopen jaar zijn er van de ruim 21.000 vreemdelingen die moesten vertrekken, er slechts meer dan 9.000 aantoonbaar vertrokken. 44%, voorzitter. Waar zijn die overige 56%, vraag ik aan de staatssecretaris. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele tienduizenden illegalen die zich in Nederland verschansen. Er gaat dus bijna niemand weg. Je zou dus ook wel gek zijn als gelukszoeker. We hebben hier namelijk een staatssecretaris die doodleuk in Nieuwsuur zit te verkondigen dat we natuurlijk wel bedden blijven regelen voor mensen die hier helemaal niet mogen zijn. Dat is gewoon een open uitnodiging aan nepvluchtelingen om hier toch vooral naartoe te komen. De staatssecretaris regent wel een slaapplek voor ze. Dan afsluitend, voorzitter. De afgelopen 10 jaar heeft er een VVD'er aan het hoofd van het ministerie van JNV gestaan. En inmiddels zijn er al 4 VVD-bewindspersonen voortijdig vertrokken. We zijn in die tijd van ruim 16 miljoen inwoners naar bijna 18 miljoen nu gegaan. We hebben er bijna 1 miljoen allochtonen bij gekregen. We zijn 3, 4 terreuraanslagen verder. Vele tienduizenden niet-westerse allochtonen hebben we erbij in de bijstand. Vele tientallen miljarden aan belastinggeld zijn er over de balk gesmeten om de massa-immigratie te bekostigen. Met als resultaat een tekort van 80.000 woningen en wachtlijsten van soms 15 jaar voor gewone Nederlanders. En dan, elk jaar, 100.000 man erbij. Een stad de grootte van Leiden. Ieder jaar weer. Het is dweilen met de kranen open. En dit is de staat van Nederland op dit moment dankzij het labbekakkerige VVD-beleid. De zogenaamde partij van de doeners. Wat een farce en wat een nepperts, voorzitter. Maar het is nog niet te laat voor de VVD.
Want nu is er Ankie Broekers-Knol op justitie om de problemen op te lossen. Ik neem aan dat de staatssecretaris vandaag goed geluisterd heeft naar de PVV en ik ben dan ook benieuwd of ze in tegenstelling tot al die andere VVD'ers wel een doener is en kiest voor een eind aan deze waanzin en de Nederlander weer een keer op de eerste plek zet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer.